Sponsoren certificaat of zo. Waarom heb je dit Special Heroes certificaat gekregen? Ik heb goed getraind door mij en daarvoor heb ik die certificaat gekregen. Dus jij bent nu eigenlijk ook een topper? Ja. Hoe vind je het om vandaag judo te krijgen van een topsporter? Best leuk. En waarom is het zo leuk? Want het is echt een topsporter. Toppers bij jou op school. Dat is een sportstimuleringsproject voor top- en breedtesport. Om die twee schakels eigenlijk bij elkaar te brengen. De topsporter, je ziet hierachter, is Mara Tegier. Zij is topjudoka. En zij wordt ingezet om kinderen eigenlijk te enthousiasmeren voor meer te gaan sporten. Waarom vind je dit zo leuk om aan kinderen over te dragen? Nou, omdat judo denk ik een hele belangrijke sport is voor de ontwikkeling van kinderen. Wat ik heb laten zien ook tijdens de les is hoe ze moeten vallen breken bijvoorbeeld. Dat is ook in het dagelijks leven denk ik belangrijk. Daarnaast is het een spel wat je weerbaarder maakt. Ik was vroeger bijvoorbeeld ook al ontzettend verlegen en schuw. En judo maakt je zelfstandiger en weerbaarder. En ik vind het leuk om de kinderen daarvoor enthousiast te maken. Wat vind jij van vandaag? Best wel leuk. Heb je al handige trucs geleerd? Ja, best wel. Best wel veel. We zijn op een speciale basisschool, speciaal onderwijs, cluster 2. Dus kinderen spraaktaalproblemen, slechthorende, doven en kinderen met autisme. En waarom hebben jullie deze dag georganiseerd? We hebben het georganiseerd omdat ik het erg belangrijk vind dat kinderen sport doen in hun vrije tijd. En we hebben judo gekozen omdat dat een hele goede basissport. Dus er zit winnen verliezen in, er zit lichamelijk contact maken in, er zit afspraken maken, respect in. Er zit heel veel in. Iets wat je ook bij andere sporten goed kunt gebruiken. En hoeveel medailles heb je ongeveer bij elkaar gewonnen? Ik heb thuis bij mijn moeder dozen staan met bekers vol. Dat komt, ja, als je vroeger toen ik jong was, dan heb je elk weekend een toernooitje hier en daar in het land. Dus ja, toen heb ik er echt ontzettend veel gewonnen. Nu in het seniorencircuit is dat echt veel minder. Ik denk 1 toernooi per maand. En dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om er elke keer weg bij te zitten. Dus dan is het wat minder, komt het wat minder binnen. Doe je naast de school ook al aan sport? Na school doe ik zwemmen en taekwondo. Oké, en denk je dat je ook op judo gaat? Nee, dat gaat niet worden. En waarom niet? Ja, het is wel leuk, maar dan heb ik bijna geen vrije dag. Wanneer heb je deze nou nodig? Wat voor technieken hebben we vandaag gezien? Vandaag hebben we de binnenwaartse beenworp gezien, de Ouchi. Ik zelf was bezig met de buitenwaartse, omdat dat voor de jeugd iets makkelijker is te begrijpen. Binnenwaarts ja, is alweer een stapje hoger. Maar dat is hetgene wat vandaag behandeld is, Ouchi Kari, binnenwaartse beenworp. Wat voor trainingen geef jij? Ik geef al 30 jaar les in judo. Jeugd, senioren en gehandicapten de laatste 10 jaar. Dus ik loop al een tijdje mee op de mat. En een paar van de kinderen die hier aanwezig waren, die hebben mij getraind. Ja, en ik heb er al heel veel in Utrecht gezien in de afgelopen jaren. Mogen we dat t-shirt even zien wat je in je handen hebt? Dit is een shirtje van een topper. En waarom ben jij een topper? Omdat ik zo goed kan judoën. En waarom wil je zo graag een handtekening van Marit? Zij zo beroemd is, dat wil ik ook zo worden. De meester is trots met een t-shirt van Marit Tegier, de wereldtopper. Je judoet al vanaf 1995. Ja. Hoe lang denk je dit nog te gaan doen? Nou, over 3 jaar is de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en dat is toch wel echt mijn doel. En ik denk echt, hoe ik nu insta, wil ik echt nog jaren doorgaan. En zou ik misschien ook nog wel willen gaan voor de Olympische Spelen daarna. Maar ik vind het nog hartstikke leuk. Voorlopig ben ik er nog wel even zoek mee.